Jens Toornstra, het hoogtepunt van deze middag is denk ik toch dat doelpunt van jou. Zeg je dat zelf heel oneerbiedig ook gewoon over jezelf, dat dat de mooiste was? Nou, ja, ging er wel heel lekker in, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar ik denk dat de hele middag zelf gewoon top was. En heel veel mooie goals gezien, mooie aanvallen. Dus ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn. Een makkelijkere middag dan verwacht? Je speelt thuis. Dan moet je iedere wedstrijd gewoon winnen. En ik denk dat we zelf hebben afgedwongen hoe het is gelopen. Ik denk dat we Sparta geen kans hebben gegeven. En gewoon doorgedrukt ook. Dat doelpunt van jou nog even, de tandem met Karsdorp, die samenwerking tussen jullie, dat kwam hierin wel heel erg tot uiting, hè? Op een hele mooie manier. Ja, zeker. Die dynamiek tussen ons is er eigenlijk altijd. En vandaag kon hij hem op mij aangeven een keer, dus dat was mooi. Dus het is niet de middag om heel kritisch te zijn en zo, maar die samenwerking die we vaak aan de rechterkant zien, waar jij dan bij betrokken bent, dat zien we op de linkerflank, zien we dat vaak wat minder terug. Waar zit dat nou in? Is dat echt hoe spelers elkaar onderling aanvoelen? Is dat trainbaar? Hoe zit dat? Ja, het is ook het soort speler dat je hebt. Eljero is natuurlijk een andere speler dan ik, die heeft een hele goede individuele actie. En ja, ik moet het meer hebben van combinaties en loopacties. Dus dat is niet te vergelijken, denk ik. Een hele makkelijke middag, precies wat jullie willen met oog op de komende week die weer druk zal zijn. Ja, in dat opzicht inderdaad een ideale dag voor jullie. Ja, zeker. We hebben vertrouwen kunnen tanken, een paar goede goals gemaakt. En dat is goed voor wat ik zeg, voor het zelfvertrouwen. En ja, donderdag zal wel een andere wedstrijd worden, maar... Ga je er geen 6 maken, ben ik bang. Nee, dat zou wel top zijn, maar daar ben ik ook bang voor. Maar goed, Fenerbahçe sterke tegenstander en we gaan de komende dagen bekijken hoe we dat gaan oplossen. Het is niet alleen een mooie middag, maar ook een emotionele middag bij Vlagen. Hè? Dat begint dan met de 1-0, die Tony maakt natuurlijk. Ja, zeker. Wel mooi voor hem, denk ik. Hij viert het ook wel mooi, denk ik. En leuk voor hem. Ja, en bij Erik Bottegien ook al een doelpunt waarbij emoties loskomen. Dat zie je ook aan de rest van de ploeg, hè? Die daarna op hem duikt. En hoe jullie het doelpunt vieren, heel ingetogen. Ja, klopt. Hij is natuurlijk erg bij betrokken met wat er allemaal is gebeurd. En dat hoor je van de week ook van hem, dat hij er wel mee bezig is. En het is natuurlijk allemaal heel triest. En dat hij op deze manier dat kan eren, zeg maar. Dat is alleen mooi voor hem. En tenslotte hadden jullie dit, zo'n ruime overwinning, een makkelijke overwinning, weer een keer nodig na de laatste weken. Waarin het in elk geval elke keer bikkelen tot de laatste minuut was. Ja, je komt vaak op achterstand en dat is anders spelen dan vandaag. Als je op voorsprong komt, dan dat is gewoon veel lekkerder voetballen. En ik denk dat wat je zegt, dat hadden we wel even nodig. En alleen maar prima.